We zijn vanavond in de Schalm bij het sportgala van de gemeente Veldhoven. Vandaag wordt bekend wie de sportman, de sportvrouw, de sportploeg en het sporttalent van de gemeente Veldhoven wordt. Het belooft een gezellige avond te worden hier in de Schalm, dus laten we maar snel gaan kijken. De avond begon met een spectaculair optreden van 040 BMX Park uit Eindhoven. Daarna werd de prijs voor het sporttalent van het jaar uitgereikt. Dan wordt het de hoogste tijd voor de envelop. Kom lekker naar voren. De envelop gaat open. Wie uiteindelijk is het sporttalent van het jaar? Het sporttalent van het jaar is Tim Verbaandert van Atletiek. Tim Verbaandert! Had je het verwacht? Een beetje wel, ja. Ik had gekeken naar wie er anders meededen en wat ze hadden gewonnen. En toen zag ik dat ik meer had gewonnen dan zij. Ja, want je hebt dit jaar 3 Nederlandse titels binnengehaald. 3 meter indoor en outdoor en op de cross. En dan heb ik nog 2e op de 1500 meter. Hoe ver zou je, denk je, nog te kunnen komen in deze sport? Ja, ik hoop natuurlijk ver. Ik heb aankomend jaar het wereldjeugdkampioenschap. Daar wil ik kijken of ik me voor kan kwalificeren voor onder de 20. En dan van het daar weer steeds een jaar verder. Ja, daar sta je, Tim. Je gaat allereerst gaan we voor jou even het juryrapport voorlezen. Met zijn 16 jaar is Tim Verbaandert de oudste van de 3 genomineerde sporttalenten. Hij woont in Veldhoven, doet aan atletiek en is lid van Eindhoven Atletiek. Dat Tim op 10-jarige leeftijd aan atletiek ging doen, was niet zo verwonderlijk. Want daarmee trad hij in de voetsporen van je vader, Ton, inderdaad. En evenals zijn vader grosseert hij nu al in overwinningen. Tim behaalde in 2017 3 Nederlandse kampioenschappen op de middellange afstand. Hij werd eerst op de 3000 meter indoor en outdoor en behaalde het kampioenschap op de cross. Dat was wat we net zagen. Was dat deze? Yes. Bovendien werd hij 2e op het Nederlands kampioenschap 1500 meter outdoor. Dames en heren, het sporttalent van het jaar. Ook in de categorie sportvrouw van het jaar waren er 3 genomineerden. Oké, nu weer terug naar de sportvrouw van het jaar 2017. Wilt u hem alsjeblieft openmaken en ons bekendmaken wie? En de sportvrouw van het jaar is geworden Lizzie Whitlocks. Lizzie Whitlocks! Verrast? Ja, tuurlijk. Het is altijd heel mooi om genomineerd te zijn. Ik was nu voor het 3e jaar op rij. Dus ik hoopte wel heel erg hard dat het dit jaar wel ging worden. Met niet zomaar een prestatie, want bij het mountainbiken heb je zelfs de wereldbeker gewonnen. Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n wereldbeker mountainbiken? Je hebt gewoon 8 wedstrijden verdeeld over het jaar, eigenlijk verdeeld over de wereld, allemaal verschillende landen. En voor elke wedstrijd krijg je gewoon op uitslag krijg je punten. En dan wordt het klassement over bijgehouden. En aan het eind van het jaar is het gewoon een algemeen klassement. En aan het einde van het jaar stond jij bovenaan. Wat gaat Veldhoven nog van jou horen in de toekomst? Ja, ik hoop heel veel. Ik hoop in ieder geval komend jaar
proberen om de wereldbeker weer zo goed te rijden. Is natuurlijk niet makkelijk, maar ja, ik ga er wel gewoon voor. Ja, en uiteindelijk hoop ik gewoon fulltime prof te worden. En dan, ja, dan hoef ik helemaal niks meer naast te doen. Ja, Lizzie, kom een beetje naar voren. We gaan een beetje naar het midden hier. Want we gaan even het juryrapport aan je voorlezen. De 22-jarige en in Eindhoven woonachtige Lizzie is mountainbikester in de categorie Eliminator bij de Veldhovense Tour en Wielerclub Tempo. Lizzie is pas 3 seizoenen op de mountainbike te vinden, maar levert nu al bijzondere prestaties. In haar eerste seizoen hoorde ze in Nederland al tot de nationale top. In 2016 werd ze Nederlands kampioen, waardoor ze dit jaar mee mocht doen aan de World Cup wedstrijden. Hierbij won Lizzie 2 wereldbekerwedstrijden in de categorie Eliminator in Waregem en in Antwerpen. Bovendien behaalde ze 2 keer een tweede plaats in andere wereldbekerwedstrijden. Uiteindelijk werd ze in de categorie Eliminator de eindwinnares van het klassement en pakte ze daarmee de World Cup. Oftewel het juryrapport. Ja! Deze 3 mannen waren genomineerd voor de Sportman van het jaar. Angela, aan jou de eer om bekend te maken wie uiteindelijk de sportman van het jaar 2017 is geworden. Ga je gang. En de sportman van het jaar is de skateboarder Daan van der Linden. Daan van der Linden! Ik had het helemaal niet verwacht. Dus ja, ik stond er maar zonder woorden. En nou, gelukkig stelde de presentator wel vragen aan mij. Maar ik had het helemaal niet verwacht. Ik ben er hartstikke blij mee. Trotse Veldhovenaar. Veldhoven is ook trots op jou, want Europees skater van het jaar, dat wil nogal wat zeggen. Wat doe je daarvoor? Veel plezier maken op mijn skateboard en vooral niet nadenken, gewoon skaten. Ja, dat is wel jouw geheim, heb je op het podium ook verteld. Plezier maken, niet als sport zien, maar gewoon echt ja, eigenlijk als hobby en losgaan. Waar ben je allemaal al geweest om te skaten? Nieuw-Zeeland, Australië, Amerika ben ik ook heel veel, in Californië en zo. En eigenlijk bijna elke staat in Amerika ben ik al bijna geweest. Saoedi-Arabië zelfs een keer. Eigenlijk overal. En hij krijgt van Angela namens de bloemsierkunsten Liebrechts en Liebrechts die mooie bloemen en die hele mooie bokaal. En kijk hem er even goed naar kijken, naar de bloemen en natuurlijk naar de bokaal. Daan, kom een beetje naar voren. We gaan het juryrapport aan je voorlezen. De 21-jarige Daan is skateboarder en woonachtig in Veldhoven. Daan is een van de grootste talenten in de skateboard scene en inmiddels Olympische sport. Hij is voor het 2e jaar op rij Europees skateboarder van het jaar geworden en is ook in Amerika het land van het skateboarden een graag geziene gast. Daan reist de wereld over voor zijn sport om zich te meten met de beste van de wereld. Hij wordt gesponsord door onder andere schoenenmerk Vans, zo zeg je dat hè? Nike. Dat een eigen schoen voor hem heeft ontwikkeld. En Nike. Naast de individuele prijzen was er ook een prijs voor het sportteam van het jaar. Ga lekker staan. We krijgen de roffel van Mr. Moto. Wethouder maakt bekend wie uiteindelijk de sportploeg van het jaar 2017 is geworden. CDK Junior, Hip Hop Street Dance, onze wereldkampioenen. Ja, heel blij. We waren echt heel blij met de uitreiking. We hadden niet verwacht dat we weer sportploeg van het jaar zouden worden. Want 2 jaar geleden waren we met het volwassen team ook sportploeg van het jaar.
Ja, ze hebben heel hard gewerkt, dus ze waren heel blij met het resultaat. Ja, en wat een resultaat inderdaad, want na sportploeg van het jaar, ja, nog, eigenlijk voor jullie denk ik nog veel leuker, is het wereldkampioenschap wat in Schotland behaald is. Was dat een moeilijke strijd? Ja, het was zeker een hele moeilijke strijd. Het team was voorheen ook Europees kampioen in hetzelfde seizoen geworden. Daardoor hadden we wel een klein beetje een inschatting van, nou, dit kan misschien wel iets worden tijdens de wereldkampioenschappen. Maar we hadden niet verwacht, eerste plek, de voorrondes. Waren we 9e geworden, ja, dus dat viel een beetje tegen. We hadden heel hard gewerkt, weinig slaap, uiteindelijk eerste geworden. Wat gaat de toekomst voor deze groep brengen? Heb je daar enig idee van? Momenteel zijn we bezig met het tv-programma, dus we zijn bezig met audities. We mogen nog niet te veel over vertellen, maar misschien zien ze binnenkort weer op de buis. Dus Veldhoven moet de tv goed in de gaten gaan houden om CDK Junior aan het werk te zien. Zeker weten, zeker weten. En tenslotte was er nog een eervolle vermelding voor het G-team van RKVVO die na 25 jaar een kampioenschap binnenhaalde. Nou, daar ben ik heel blij mee. Vooral voor de jongens en de meisjes van ons G-team. We trainen heel hard op, vorig jaar goed gedaan. Dus daar ben ik heel blij mee. Dat was ook te zien in de zaal, hè? De jongens en meiden die waren razend enthousiast toen ze hoorden dat ze een mooie schaal mochten ophalen. Hoe verloopt zo'n seizoen nou met dit team? Nou, we beginnen met september, we beginnen meestal met trainen en wedstrijden weer. Spelen we in de competitie, de wintercompetitie zeg maar, tot de winterstop. Daarna gaan we de tweede helft, krijgen we een nieuwe indeling. De tweede helft competitie. Dan doen we nog een toernooitje erbij, dus één keer in de week trainen. Dames en heren, het voetbalteam van de Rooms-Katholieke Voetbalvereniging hier in Oerlen. In een grote leeftijdscategorie en 25 jaar werken ze er al keihard aan. En uiteindelijk hebben zij die hele mooie kampioenschap hebben zij behaald. En daarom draaien wij ook dit nummer voor jullie. Jullie horen hem al heel zachtjes op de achtergrond. Oftewel, de eervolle vermelding tijdens het sportgala. Ga erbij staan voor die foto. Voor het team van RKVVO. Ja, jullie hebben dit dik en dik verdiend.